Welkom iedereen bij mijn Let's Play van Pokémon Crystal. In het vorige deel hebben we Simon gevangen en Jeffrey. In dit deel gaan we een beetje rondkijken. Oké, hier heb ik niks te zoeken. Wat kan Jeffrey allemaal? Hypnosis en lik. Ah, niet slecht. Oh, daarvoor heb ik kut nodig. Jammer. Oké, dan doen we gewoon eerst de Sprout Tower. Oh, wat de Sprout Tower leuk is. Er is alleen nog een wateravond, dat vind ik wel vervelend. Want momenteel kan ik dan even niks tegen geest Pokémon's balen. Sage Nico. Bellsprout. 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 Go Simon. Tackle. Netjes. Dat was gewoon echt een aanval van drie keer niks. Tackle. Fine Whip. Nou ja, ook heel leuk. En tackle. Please dat ik zometeen pack krijg. Ik wil zo graag pack. Maar even vliegaanval. Dat maakt deze gym ook veel makkelijker. En aan Foresight heb ik niks. Toch bedankt voor de aanval. Ik vind het zo freaky hoe hij zijn nek beweegt. Fine Whip. Schiet ze lekker op. Tackle. Fine Whip. Wauw, het is gewoon een herhaling. We zitten in een vaste loop. En we missen. Dat is balen. Tackle. Gained. Netjes. Net de hoeveelheid. En weer Bellsprout. Simon is met heerlijk bezig. Oké, nou. Qua hoeveel, het gaat er niet zoveel vanaf. Een beetje balen. Namelijk ook gewoon flying. Maakt het wat makkelijker. En naar Foresight heb je niks. Je kan alleen maar geest Pokémon's raken met normaal. Ah. Oh! Dan nemen we onze oplossing voor de geest Pokémon's als we die tegenkomen. Handig. Heel handig. Zo, Nico was de vierde. Dank u. Ja, je bent zwak. Heel zwak. Oké. Kom nou een geest. Jezus, verkeerd kant. Zo, dank u. Perlaseal. Ik heb gewoon zat. Ja. Het is nog steeds handig om te hebben. Hallo. To honor all Pokémon. Ja, kan je mooi doen. Ik zou het niet doen, maar als jullie het willen doen, ik hou jullie niet tegen. Show. En weer de leuke Bellsprout. Level 3. Verdomme, level 3. Ik wil gewoon even leuke matches. Ja, en dit is Sprout Tower, dus natuurlijk zitten Bellsprouts tussen. Is ook dom dat ik daar niet aan dacht, hè? Ah, ja. Ik ben wel geïnteresseerd hoe alles nou gaat lopen, want normaal is dit het team wat ik gebruik. Een Ferro, een Mareep, een Slowpoke. Oh, die Pokémon's gebruik ik wel. En dan gebruik ik voor de allereerste keer gewoon een fucking Hoothoot. En een Ghastly. Ja, ik heb ze al een keer eerder gevangen, maar ik heb nooit een game met ze uitgespeeld. Dus ik ben wel geïnteresseerd hoe het gaat lopen. Tackle. Gained. Net hoeveelheid. Heel netjes. Bellsprout weer. Sprout Tower, Bellsprout. Ben je een Weeping Bell? Jij hoort hier niet thuis. Discriminatie voor de Pokémon's. Oké, Fine Whip. Het gaat ook maar echt gewoon 1 HP af. Ook al zou ik dan verliezen, dan zou ik nog steeds 14 punten moeten wachten.
En dan kan ik alleen Foresight en Growl doen. Nou. Dan heb je interessante gevechten. Jezus, ik kan geen Nederlands. Found X Aquaristy. In het item pocket. Oh, heerlijk dat ze het hier hebben georganiseerd. Dat miste ik wel in de Red and Blue toen met de Let's Race. Gewoon die simpele organisatieskills. Zo noem ik maar gewoon organisatie. Send out, Bellsprout. Bellsprout. Go, Simon. Tackle. Ja, heel simpel. Voor de eerste gym kan je ook gewoon net zo makkelijk een Geodude vangen. En dan kom je makkelijk door. En dat heb ik ook gedaan met de Let's Race. Het is een race, dus je moet ervoor zorgen dat je gewoon slim op alles inspeelt. Maar hier heb ik echt gewoon geen fuck tegen Falkner. Laat staan tegen Bugsy. Bellsprout. Dun 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 dun. Tackle. Nou, we gaan steeds meer te doen. Krijgt Simon dan op level 9 pack? Ik heb geen idee. Ik gebruik echt Hoothoot nooit, zoals ik al zei. Ik vind hem wel fucking awesome. Hij lijkt ook gewoon op een fucking klok. Hij is gewoon niks meer dan een boom met een klok. Zijn wenkbrauwen zijn gewoon de wijzers van een klok en zo. En is dat op één been. Dus, ja, klok. Zo'n oude staande klok. Is not very effective. Nee hoor, echt. Hij doet gewoon geen ene fucking damage tegen me. Natuurlijk doet hij. Natuurlijk is hij not very effective. Nou, Edmond alweer verslagen. Edmond, Roermond, lijkt op elkaar. En we zijn boven. Crystal found potion. Dank, potion. Mijn stem ging echt naar de klote na. Jeffrey, ik ga even gebruiken. A train to fight enlightenment in Pokémon. Veel plezier ermee. Alleen het boeit mij niks. Stage General Battle sent out a Bellsprout. 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 Jeffrey, nu kan je laten zien wat je kan. Hypnose. Juist, we missen al de eerste keer. Ah, je bent gegeven, dus je kan wel redelijk goed tegen. Oké, veel sleep. Is vast asleep. Netjes. Lek. En Bellsprout zal waarschijnlijk vreselijk smaken. Lek. Oké, dit is veel meer damage dan ik had verwacht. Ik had ook verwacht dat Lek meer damage zou doen. Ach ja, kijk, Fine Whip. Oeh, hier komt de aanval. 2 HP. Wauw. Echt. Wauw. Het tackelt wel geen fuck. Wat is deze? Sorry, ik hoorde iets beneden. Ik werd een beetje bang. Beetje bang. Beetje bang maar. Tackle. En het high Manx. Dat je Pokémon doodgaan. Level 6. 54? Nee, niet genoeg. Gin. Wacht even, was... Gin moet me heel erg denken aan Samurai Champloo. Voor mij heette die gozer ook Gin. Ik kan het ook mis hebben. Oké, volgende. Sproutouwer. De beste plek om gewoon je fucking Cyndaquil te trainen. Dat weet ik nog wel. De eerste keer dat ik Gold speelde was, nou ja... voor mij was het op een communie of zo. Of ja, was het of op mijn communie of die van mijn zus. Dat. Toen had een neef van mij had een emulator voor de Game Boy. Dat was de eerste keer dat ik daar ook achter kwam. Voor mij was ik toen 5 of zo, 5 of 6. En ja. Toen liet hij me zien hoe het in elkaar zat. Het geïnstalleerd op mijn computer. En toen speelde ik voor de allereerste keer Gold. Ja, ik heb Gold nog nooit op een echte gamer gespeeld. Nog nooit. Ik moet me eigenlijk schamen daarvoor, maar ja. En toen had ik Cyndaquil gekozen. En toen heb ik ook gewoon echt gewoon geonly runt met Cyndaquil.
Toen de tijd had ik wel Blue, maar met Blue deed ik niet zo heel veel. Ik was wel een beetje aan het Pokémon aan het vangen en dat ding, maar ik wist nooit hoe alles moest. Nu is het echt omgekeerd. Ik weet nu echt hoe alle games werken, et cetera, maar vroeger had ik echt geen ene flauw benul wat alles was. Maar ja, even terug over de Cyndaquil en de Sprout Tower. Ik was toen echt aan het only runnen en toen had ik al een fucking Kulava op level 24 op dit stuk. Dat is echt belachelijk. En ik helemaal hyper. Oh, evolueert. Is wat echt. Nu ik over nadenk, was echt gewoon komisch. Want ja, dat was echt de eerste keer dat ik een Pokémon zag evolueren in Gold. In Red and Blue had je het ook wel, maar was het. Ja, om naar te kijken. Hier was het gewoon meteen dikke animatie. Dat is veel cooler. Oké. En voor mij was het toen ook de eerste keer dat ik een Pokémon een nickname gaf. Ja, en toen noemde ik hem Flare. Ja, had ik dat nog kunnen onthouden. Dat vind ik nog het ergst. Ach ja, de leuke dingen onthoud je wel altijd. Fine Whip. Maar ja, ik heb al gezegd, ik doe het voornamelijk in de avond. Ik doe alleen in de avond Let's Plays. Ja, dan bedoel ik dat ik deze alleen maar in de avond ga Let's Playen. Dus in de game moet het avond zijn. Want de dag stop ik met de Let's Play en dan wacht ik tot het weer avond is. Dus ja, dat is mijn uitleg. En ik heb nog geen vaardigheid meer. Balen. Fine Whip. Oeh, dit gaat redelijk veel damage doen. Ah, 10 maar. Ik had verwacht zeker de helft. Fine Whip. Je bent geen Tangela, dus ik kan nog meerdere aanvallen doen, hè. Razor Leaf kon je ook doen. Klein is level 10. Sylvain. Simon. Hoed hoed. Gaan we even terug naar Jeffrey. Hoed hoed. Hoed hoed. Met je mond praten. Hoed hoed. Hoed hoed. Dat zou waarschijnlijk echt zo'n pijn doen bij je oren als het op YouTube komt. Echt ja. Glen. Growl. Echt een heerlijke plek om te trainen is dit. Voor Cyndaquil, voor Geodude. Hebben we nog meer? Nee, want de rest van de Pokémon zijn alleen maar Spinarak, Sentret. Zijn er zoveel. In dat opzicht kan je ook niet zo heel veel verschillende types vangen in het begin. Ja, je hebt er nog wel een keer Mareep en de Hoppip en de fucking Poliwag. Die ik nooit tegenkwam hier. Hey, Foresight. Jij mag nog maar geen Spook Pokémon. Spook Pokémon niet. Tackle. Oh nee, ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Oh, oh, oh. Nu ben jij dood. Haha. Level 8, dank u. Spite. Ja, alsjeblieft even fatsoenlijke aanval. Geen spite. Yes, your trust is real. Was ooit het teken van dat ik dat mijn vertrouwen niet echt was. Heal. Heal. En je vreel ook wel vooraan. Maar ik vind het nog redelijk goed doel. 8, 10, 9. De race was volgens mij meer verschil. Skilled as trainer. As promised, here's your HM. You should treat your Pokémon better. Treat your better is far too harsh. Oké, zeg dan maar tegen het begin van de Pokémon geschiedenis. Want toen werd ze ook gebruikt als massavernietigingswapens. Oké, fuck jou dan. Doei, Harm. Je moet echt je Pokémon meer beter behandelen, Harm. Foei. To build a bright, I am the final test. Allow me to check ties between your Pokémon and you. Ik heb geen banden. Ik ken ze niet eens. Ik heb hun namen gegeven en daar was het. Leemon sent out a Bellsprout. Bellsprout, Bellsprout. Go, Jeffrey. Hypnose. Shit. Fine Whip. Critical Hit nog wel. Oeh, jij bent zeer leuk.
Hypnose, fuck jou. Oké, nou dit is heel fijn. Hij is vast asleep. Kan ik Tulltale gaan uitzenden. Of Glenn. Ik ga echt gewoon de naam nog een keer door elkaar gooien hoor, dat weet ik nu al. Hij is nu al wakker, jezus. Scratch. Critical hit nog wel, mooi. Zal ik het nog eens keren? Fuck it. Hoppakee, heel netjes. Nou, Pelsprout. Oké, Simon. Ah, dat muziekje moet echt gewoon weer weghalen. Doet gewoon pijn in je oren. Potion. Whee! Fine Whip. Was die Fine Whip special of physical? Even kijken. Growl. Want van vuur weet ik, die was special. Water was special. Psychic was special. Oké, dit is critical hit, dat telt niet. Oké. Fine Whip. Oké, het is special. Oké, Glenn. Gaat uw gang. Oh jezus, critical hit nog wel. Weep. Fine Whip. It's super effective, dat is waar. Maar ik kan jou sketchen. Doet alleen geen fuck. Ach fuck it, scratch. Please critical hit. Nee, jij gaat Fine Whip doen. Ga ik nou serieus dood bij de Sprout Tower? Ik heb ook echt team van 3 keer niks tegen de Sprout Tower. Ik zou het ook niet zo heel apart vinden. Oké, gewoon likken. Netjes. Ik heb geen potion. Heb ik een berry? Nee. Dit wordt nog wat. Please een damage aanval. Please een damage aanval. Nee. Niemand deed een damage aanval. Dat is zeer vervelend. Lek. Shit. Ik heb ook nog helemaal niks tegen, dat is nog het ergste. Hypnose. Ik heb nog niks tegen deze gozer. Ik kan geen tackle gebruiken en helemaal niks. Maar geef even, Foresight werkt wel. Dan even kijken, Foresight is ook geest, dus waarom werkt Lick niet? Ah, jij heeft Foresight ook helemaal gebruikt, dus tackle werkt. Nou, dit wordt nog wat. Nou, om het interessant te houden. Ja, white it out. Ik schaam me diep hiervoor, hoor. Dat ik dit gewoon niet haal. De fucking Sprout Tower haal ik ook gewoon verdomme niet. Maar ja, misschien komt het ook gewoon om 1 reden. Ik had gewoon geen goede aanvallen tegen die. En mijn hoed was als wat. Ik kon geen aanvallen. Dus ja. Ik weet het, slecht excuses. Maar ja, momenteel. Ik hou me eraan. En iedereen die iets anders zegt, haat ik. Dank u. Nou, doe ik zoals een heel deel over de Sprout Tower. Ik had echt verwacht dat ik daar misschien 1 part over zou doen. Ach ja, haaienmangs. Nou, wordt dit wel een lange part. Ja, dat is balen.
Nou ja, soms lange pad is ook niet zo heel erg. En Bellsprout, ik ga dan gewoon met fucking Simon er doorheen. Go Simon, tackle. Gewoon tackle, growl, tackle, growl. Moet lukken toch? En zo niet, heb ik pech. Ja, in vergelijking met andere Pokémon's is dit veel zwakker. Nee, in vergelijking met Pokémon's zoals Spearow en die dingen. Die dingen gewoon veel fucking langer. Alsjeblieft een ander liedje, man. Die telkens fucking Fine Whip. Oké, jezus. Leert dit beest alleen maar fucking Fine Whip? Oké. Is hij dan dood? Mooi. Oh, dat is gewoon naaiend. Dat is wel jammer aan deze game. De dingen. De XP-bar kan soms een beetje naaien. Oké, nou critical. Jezus, hoe krijg je het voor elkaar om critical hit te hebben? Dank u, miss. Nou, die jij tackle en jij mist weer. Ik moet niet gierig worden. Helemaal niet. Dus Glen die boy. Doe het Glen. Doe maar even scratch aanval. Tuurlijk, Krauw werkt ook op mij. Oké, dit gaat goed. Dit gaat lekker. Dit gaat heel fijn. En jezus, de Krauw werkt ook echt verdomme op mij. Ook fucking veel damage. Is het balen? Ja. Simon, level 10. Glen gained. Level 11. Wanneer leer jij eigenlijk je waterpistool? Dat is mijn vraagje aan jou. Scratch. Growth. Ja, ik weet je special attack gaat van omhoog. Maar ik kill jij voordat jij een Fine Whip op me kan laten. En die me killt. Hij heeft de Fine Whip gebruikt, ik leef nog en hij is dood. Dank u. En dit duurde veel langer dan ik eigenlijk had gehoopt. You and your Pokémon should have no problem using this move. Take this flash. Die we toch niet gaan gebruiken. You need a badge from Father's Gym. Oké. En die halen we in het volgende deel. Ik hoop dat jullie het genoten hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!